Het is 12 minuten voor 11 uur. Op spoor 5 in Veendam staat de stoptrein naar Groningen klaar om te vertrekken. In de cabine van de trein hebben stagiair Wilmar van Dongen en begeleider Cliff Dancy plaatsgenomen. En we gaan weer. Vervoersbedrijf Arriva biedt stagiaires sinds kort in Groningen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen als machinist. En dat gebeurt door deze stagiaires zelf de trein te laten besturen. Voor de 24-jarige Wilmar wordt ermee een droomwerkelijkheid. Stiekem wel. Stiekem is dat er een beetje ingeslopen via familie en doen en laten. Ja, dan groei je daarin en ja, dan blijft het een beetje hangen. En ja, op een gegeven moment de knoop doorgehakt. En machinist, ja, ik wou het wel graag worden. Het uitzicht en het doen en het rijden, ik vind het helemaal geweldig. Prachtig. Het is beter als een kantoorbaan, dat sowieso. Wilmar doet de opleiding scheepvaart en transport die hij in Rotterdam volgt. In het laatste jaar van deze opleiding wordt door de studenten een stage gevolgd. Dat hij deze stage in Groningen uitvoert, was niet een bewuste keuze. Er waren weinig stageplekken beschikbaar, dus heeft mijn mentor heeft toen gezegd van joh, zou je naar Groningen willen? En toen heb ik ja gezegd. Dus ja, eigenlijk een beetje de kat uit de boom gekeken, maar ik heb het aardig naar mijn zin, dus helemaal top. Nou, wij willen als Arriva natuurlijk heel graag jonge mensen de kans bieden om praktijkervaring op te doen binnen een OV-bedrijf. En daarom hebben we ook goede contacten met verschillende onderwijsinstellingen. Zo ook met deze opleiding in Rotterdam. En met als gevolg dat 2 studenten van deze opleiding nu op dit moment in Groningen stage lopen. Op zijn ritten wordt Wilmar begeleid door de ervaren machinist Cliff Dancy, die in kan grijpen als dat nodig is. Ik vind het wel leuk om dit te doen als mentor. Ja. Het stokje doorgeven aan de volgende generatie. Deze machinist heeft een opleiding gehad om een goede praktijkbegeleider te zijn. En onderdeel daarvan is natuurlijk een stuk veiligheid. En veiligheid is ook een onderdeel van de opleiding van de student zelf. Dus dat zit helemaal goed. Het lijkt zo simpel, het besturen van een trein. Toch valt het volgens Wilmar tegen. Vooral het tijdig remmen en op de juiste plek tot stilstand komen is nog een hele kluif. In het begin is het remmen wel heel erg lastig. Dan kom je nog wel eens tot stilstand ergens waar je dat niet wil. Maar naarmate mijn stage volgt, wordt het eigenlijk, het is gewoon net als met de auto. Je wil ze ergens stilstaan, je gaat je erop instellen. Daar wil ik stilstaan. En op een gegeven moment gaat dat gewoon goed. Een trein is wel wat anders dan een auto. Ja, dat is een heel ander systeem van remmen. En het kan ook glad zijn. De bekende blaadjes op de rails bijvoorbeeld, nou, dat maakt het echt spekglad af en toe. Als alles goed gaat, mag Wilmar zich volgend jaar gediplomeerd machinist noemen. Ondanks dat zijn roots in Zuid-Holland liggen, zou hij het erg leuk vinden om in het noorden te gaan rijden. Als dat zo uit zou komen, dan zou ik dat zeker doen. Ik moet sowieso een bedrijf hebben wat mijn praktijk verder afmaakt. Dus. Als de mensen jou tegenkomen volgend jaar als machinist die in het noorden, vooral gaan zwaaien? Zeker, zeker doen. Hartstikke gezellig. We zijn er weer klaar voor.